Omdat deze ochtend het weer niet zo heel goed is als de afgelopen week, gaan wij met de hele troep naar Pula. Want dat schijnt leuk te zijn. Goed. We hebben net 2,5 uur in de auto gezeten. Waarom? Om in Pula terecht te komen. Dat ziet er mooi uit, of wat? Het eerste wat wij zo gaan doen is een hapje eten en wat drinken. Want we hebben heel lang in de auto gezeten en ik moet plassen. Loop je nou daar? Het is druk. Dit is stijl en hobbelig. Net toen we hier kwamen, te weinig kleingeld voor langer dan 2 uur parkeren, dus we moesten 2 uur later, en dat is nu, terug om opnieuw geld in de parkeermeter te doen. En nu? Maar misschien kunnen we morgen dan naar de grotten. Goed. Wat wij nu gaan doen, is door de catacombes van Pula lopen die onder de stad lopen. Onder de stad, onder het kasteel. Raag was ook voor niks bang. Wij gingen stiekem een kamertje waar we niet mochten. Daar zag mijn camera niks. Maar Raag wil dat wel zijn. Hé, hey, waar komen we uit? Waar komen we uit? Ik denk dat zo'n ondergrondstelsel heel vroeger, in de tijd van de Romeinen, gebruikt is voor het vervoeren van manschappen of het snel van A naar B. Het is erg druk, maar dat maakt het dan wel weer gezellig. Er zijn hier echt super veel Romeinse invloeden. Triomfbogen zoals achter mij. En opgravingen. Ja, wat we natuurlijk ook kunnen doen is even op een soort markt kijken. Nu willen we een hapje eten. De vraag is alleen, waar zijn we? It's special drink from Croatia. 38%. Right. We zoeken iets wat speciaal is voor de regio. Zoeken. Nou, we hebben een plekje gevonden om even te eten. Niet volledig met onze kop in de zon. Dat is ook heel belangrijk. Eigenlijk moet je in dit land niet uit eten gaan.
Want ze kunnen het gewoon niet allemaal tegelijkertijd uitserveren. Vief is op dit moment klaar met eten. En ik en Rachel hebben ons eten nog niet gehad. Dit is de tweede keer. Gisteren was ongeveer hetzelfde, alleen dan met ijs. Wat dan wel weer fijn is, is dat de ober in kwestie echt wel weet dat het te laat geleverd is. Of in ieder geval niet helemaal netjes. Dus één van de twee pizza's is gratis. Nou, dan wordt het toch nog een beetje opgelost. Je hebt niet met z'n allen gegeten en dat is wel echt jammer. Daar kan eigenlijk geen gratis pizza tegenop. Maar ja, wat moeten ze anders? Dus dit gebaar vind ik wel netjes. Zo laat op de dag is er op dit plein van alles te doen met sieraden. Een glaskunstenaar. We zijn al drie keer voorbij de piraat aan de voorkant gelopen en nu eindelijk lopen we naar binnen. Dit is een snoepwinkel volledig in de Pirates of the Caribbean stijl. Moet je kijken. Johnny Depp. Johnny Depp. Een piraat. Wedden dat er dadelijk ook nog een piraat achter de toonbank staat. Dan moet je natuurlijk wel snoep kopen. We moeten daar nog een uur terugreizen en ik heb dorst, dus dat gaan we nu even halen. Wat nu de avond zo valt over Pula en met de wind is het echt lekker.